Ja, een wel bijzondere brief, omdat het gericht is aan een opvarende van een kaperschip. Dat is van Jacomijntje van Wouwen uit Middelburg. En die schrijft op 16 april 1665 twee bijna identieke brieven aan haar zoon Abraham Jacobsen. En die zijn gericht aan twee verschillende schepen. Dus dat maakt het eigenlijk al apart. Maar deed ze dat omdat ze niet wist waar die op zat? Of als een soort van kopie voor de zekerheid? Ja, dat is inderdaad eigenlijk een kopiebrief. De ene brief was gericht aan het schip De Fruitkorf. En de andere aan de Boom der Liefde. Maar wel allebei ter attentie van kapitein Willeboord Beze. In haar brief schrijft ze in de ene brief... meldt ze dus dat dit gaat om de vierde brief en de andere sluit ze af met dit is den vijfde brief. Okay. Daarmee wist de ontvanger, die wist hoeveel brieven er aan hem gericht waren geweest. Dus dan wist hij ook welke eventueel kwijt waren geraakt of wat hij eventueel nog zou moeten ontvangen. Dus ja, een handig systeem om gewoon aan te geven dat je in onzekere tijden verkeert en dat je dan toch weet van, nou ja, heb ik ontvangen wat ik moet ontvangen. Ja. Nou, de vierde en de vijfde brief heeft deze jongen in ieder geval niet ontvangen. Nee. Ja, en dan de inhoud, die is eigenlijk interessant. Als je hem zo zou lezen en niks over de achtergrond weet, dan begrijp je eigenlijk niet zo goed waar het over gaat. Die moeder die schrijft bijvoorbeeld... Voors, zo weet dat uw lieve Priesken tot 11 voet wel is garveerd. Den boekhouder is dat gaan halen. Daar snap ik helemaal niks van. Daar snappen de meeste mensen weinig van. Maar dit wil zeggen dat de prijs, dus het schip wat is buitgemaakt door het schip waar die zoon op zat, dat is in Hellevoet Sluis aangekomen. En de boekhouder, en daarom weten we dat het om een kaperschip gaat waar die zoon op zit. De boekhouder die is dat buitgemaakte schip opgehaald om het naar Zeeland te brengen. Oké. Okay. En waarom staan we hier op het Abdijplein? Dat is omdat hier al die buitgemaakte prijzen op de Engelsen werden geadministreerd. En dat werd hier boven gedaan als de schepen en de goederen werden verkocht. Dan werd dat verkocht door de venduurmeester bij een veiling bij Den Kaarsen, ofwel bij Obbot zoals we dat nu noemen. En die administratie die werd verzorgd door de Rekenkamer van Zeeland en die zetelde hierboven. Oh ja, dat is nu Zeeuws Museum toch? Dat is nu Zeeuws Museum, ja. Ja, oké, grappig. Zij zegt in deze brief, hoopt ze dat ze hem weer terugziet en zegt, als ik uw lieve gezond mag thuiskrijgen, dan is dat mijn priest genoeg. Ja, dat is ook een typische moederopmerking. Ja, dan ben ik wel benieuwd, want... iets zeg maar dat jij wel het een en ander over kapers en schepen weet. En daar heb je natuurlijk het een en ander over geschreven. Weet jij nu ook als je dit leest over welk schip dat gaat en waarom dat werd buitgemaakt? Of is dat... Nee, omdat ik in die oorlog niet gespecialiseerd ben. Nee. Dat valt op zich wel op te zoeken. Er is een Leidse student geweest die deze oorlog heeft beschreven. Dus daar moet in het werk van hem moet dat wel terug te vinden zijn. Want ja, ik ben dan wel benieuwd van zo'n schip is dan gekaapt of veroverd, hoe je het ook wil noemen. Maar dat gaat dan eerst naar Hellevoet Sluis en dan pas naar Zeeland. Waarom was dat dan, weet je dat? Nou, dat heeft gewoon puur te maken met de plaats waar het buitgemaakt is. Dus het zal in dit geval op de Noordzee zijn geweest. Oké. Okay. Wat je in zo'n geval met zo'n buitgemaakt schip deed, was zorgen dat het in een zo snel mogelijk in een haven komt waar het verkocht kan worden. En in dit geval heeft het schip misschien lekkage gehad, zodat het direct naar Hellevoet Sluis is gebracht, wat dan misschien de dichtstbijzijnde haven is geweest. Ja. Zeker weten doen we dat niet. Normaal gesproken brachten de Zeeuwse kapers hun schepen terug naar de Zeeuwse havensteden, omdat het prijsrecht daar vermoedelijk wat soepeler verliep voor hen dan in het geval ze een schip naar Holland brachten. Ja. Oké. Okay. Nou, helder. Duidelijk. Dankjewel.